Ben jij klaar voor high frequency, high end en high value life en business changing inzichten, tips en tools? Dan is dit de podcast voor jou. Van harte welkom, mijn naam is Lisette Lucas en ik ben high frequency business coach, mentor, succesmedium en intuïtief transformatie hypnotherapeut. Met behulp van de podcast help ik je door de drie fases van mijn transitiesysteem, zodat je krachtig kan transformeren en shiften van fase 1, het energetisch ontwaken, naar fase 2, het blokkades doorbreken en het ontdekken van je missie, naar fase 3, waar je krachtig je soulful boodschap kan uitdragen via je eigen high-end soul-aligned business. Dus, ben jij klaar om je leven en business te shiften naar de next level van impact, inkomen, vrijheid en energy joy? Dan zou ik zeggen, go for it en geweldig dat je erbij bent. Podcast 214, de wetenschap van energie vertaald naar mediumschap. Ontdek hoe de alles is energie wetenschap onze realiteit vormgeeft. Yes, van harte welkom bij podcast 214 van Alles is energie. Einstein, Albert Einstein, zijn theorie en zijn principes komen neer op het volgende. Alles is energie en dat is alles wat er is. Match de frequentie van de realiteit die je wilt en je kunt het niet helpen dan iets anders dan die realiteit te krijgen. En nee, dit is geen filosofie, dit is natuurkunde. Want alles om ons heen, van de kleinste deeltjes tot de grootste sterrenstelsels, alles bestaat uit energie. En door ons bewust te worden van deze fundamentele waarheid, kunnen we onze realiteit vormgeven en ons potentieel ten volste benutten. En daarom is mijn Energy Joy motto ook, heractiveer je sterrenstofpotentieel, want je bent tenslotte gemaakt van pure energie en ja, dus sterrenstof. Oftewel, alles is mogelijk zolang je er zelf in gelooft. De show notes van deze aflevering vind je trouwens op www.lisettelucas.com/214. Nou, nogmaals van harte welkom. Ik ben Lisette Lucas en vandaag duiken we dieper in het fascinerende concept van energie en ja, hoe het ons leven beïnvloedt. Maar voordat we daarin duiken, wil ik eerst eventjes een update met je delen. Want afgelopen weken heb ik samen met de rouwtherapeute van Nederland, Leonieke van der Marel, de tv-opnames gehad voor de wetenschappelijke documentaire waar ik eerder in podcast 210 over heb gesproken. Dus wil je die ook nog even luisteren of bekijken, dan kan je dat doen via lisettelucas.com/ en dan 210, het podcastnummer daarachter. Maar ik kan je vertellen, die opnamedag was een geweldige ervaring met heel veel emoties, sensaties en allerlei lagen. En vooral het belangrijkste is dat hierin de deep therapy, waarvan Leonieke van der Marel initiatiefneemster is, deep therapy werd onder de loep genomen. Want het wetenschappelijke programma wil nieuwe vormen van rouwverwerking onderzoeken. En goed om te weten, wat is mijn bijdrage hieraan? Nou, in deze grensverleggende vorm van therapie wordt gewerkt met een medium. En ja, uiteraard, zoals ik het al had verwacht, werd het mediumschap vanuit wetenschappelijk oogpunt met een wat sceptische glimlach bekeken. En dat is uiteraard helemaal oké. Want ik weet als medium inmiddels, nadat ik sinds 2013 als professioneel medium werkzaam ben, nee, dat nog niet iedereen ervoor open staat. En dat hoeft ook helemaal niet. Ik ben hier niet om iemand te overtuigen. Want vaak, ik weet ook als geen ander, liggen er angsten voor het onbekende aan ten grondslag. En ja, ook kan het zijn dat de menselijke, rationele, analytische gedachte is van, oké, wat niet wetenschappelijk bewezen is, bestaat niet. Maar, hier is mijn maar. Maar dan is het wel heel belangrijk om stil te staan bij het feit dat we niet moeten vergeten dat ook de wetenschap nog steeds op een oneindige ontdekkingsreis is. En dit. Juist hierom zetten wij ons als visionairs, als pioniers, als die next generation changemaker ook in. Juist om dat verschil te maken. Om zeg maar nu nog het onzichtbare zichtbaar te maken. Dus nee, wanneer je dit luistert, doe je dit waarschijnlijk ook niet. We volgen niet de massa, de grote meute. Nee, we lopen vanuit ons, ik noem dat empathische leiderschapskracht voorop. Om de wereld te helpen shiften naar een hoger niveau van bewustzijn. Want denk er maar over na. Uiteindelijk is bewustzijn, consciousness, het enige wat er is. Want vanuit dat bewustzijn zijn we als het ware één. Eén
en verbonden met alles wat er is. Nou, en misschien klinkt dit een stap te ver, maar neem dat van mij aan. Wanneer je je daarmee kan en weet te verbinden, dan zal je dat gaan ervaren vanuit dat eenheidsbewustzijn. Maar daarom wil ik het vandaag dus ook extra diepgaand gaan hebben over het concept alles is energie. Want eerlijk en eerlijk, hoe mooi en hoe bijna filosofisch het allemaal klinkt, dit is geen zweverig concept. Maar eerder een wetenschappelijk feit dat wordt ondersteund door de principes van de kwantumfysica en de neurowetenschappen. Dus zonder je lastig te vallen met al die details en zonder daar al te diep op in te gaan, want daar zijn inderdaad de wetenschappers voor, vind ik het wel belangrijk om dit toch toe te lichten. Want in de kwantumfysica hebben we geleerd dat materie, dus zeg maar alles wat tastbaar is, niets anders is dan gecondenseerde energie. En denk hierbij aan de subatomaire deeltjes die de bouwstenen vormen van alles. En dan denk je, oké, leuk, Lisette, klinkt leuk. Wat zijn subatomaire deeltjes? Heb ik natuurlijk ook opgezocht. Dat zijn deeltjes, de kleinste deeltjes van waaruit alle materie is opgebouwd. Dus ze bestaan uit deeltjes zoals elektronen, protonen en neutronen. En ze vormen de bouwstenen van atomen. Dus deze deeltjes die zijn zo klein dat ze met het blote oog niet kunnen worden gezien, niet kunnen worden waargenomen en ze spelen een belangrijke rol in de natuurkunde. En wat op zich, hè, dat blote oogverhaal, wat op zich al heel interessant is, gezien het werk wat ik doe vanuit de energetische principes, de deeltjes energie die zijn zo klein, die zijn niet zichtbaar voor het blote oog, voor het fysieke oog. Maar het is er dus wel als we het zeg maar echt onder de loep nemen. En deze kleine deeltjes, als je daarnaar kijkt, hè, vanuit de wetenschap, dan gedragen ze zich soms als golven en soms als deeltjes, afhankelijk van hoe ze worden waargenomen. En iets anders waar ik het over wil hebben, want dat is ook heel belangrijk, dat is resonantie. Dus misschien voel je zelfs dat dit resoneert, dan is er dus een deel van jou wat mee vibreert, trilt op deze frequentie. Resonantie en het principe van like attracts like. Nou, wat is resonantie? Nou, dit zijn systemen die in overeenstemming zijn en hun trillingen synchroniseren. Dat klinkt ook weer interessant, maar dit vind ik altijd een heel mooi voorbeeld. Als je denkt aan een stemvork, weet je wel, zo'n stemvork of zo'n muziekstemvork. Als je de ene stemvork aanslaat, dan gaat de andere automatisch meetrillen omdat de eigen frequenties van beide stemvorken gelijk zijn. En dit principe verklaart dus ook like attracts like. En dit is dus ook waar synchroniciteit vandaan komt. En wat is synchroniciteit? Dat zijn situaties en omstandigheden die verschijnen in overeenstemming met je frequentie, die zogenaamde toevalligheden. En ik noem dat leven boven of onder de gouden lijn. Het werkt altijd, maar je trekt aan wat je uitzendt, zowel positief als, ja, helaas negatief. En wanneer we onze energie verhogen en focussen op positieve gedachten en emoties, trekken we dus meer van dezelfde energie aan. En dit komt overeen met de principes van neurowetenschappen, waar onze gedachten en emoties specifieke frequenties hebben die resoneren met soortgelijke energieën in onze omgeving. En dat brengt me weer bij het verband tussen energie en manifestatie. Dus deze inzichten zijn cruciaal als we spreken over het manifesteren van onze gewenste realiteit. Want wie wil dat nou niet? Eerlijk is eerlijk. Dus door onze energie te verhogen en ons af te stemmen op de frequenties van hetgeen we willen aantrekken, kunnen we onze realiteit vormgeven op een manier die we misschien zelfs niet voor mogelijk hadden kunnen en durven houden. En nee, dit is geen magie, maar dit is eerder het begrijpen en benutten van de fundamentele wetten van het universum. Dus eventjes teruggaand naar het mediumschap. Je kan een medium zien als een expert in het werken met energie en frequenties. En dan gaat het dus om energie die niet met het blote fysieke oog waarneembaar is. Want vanuit een energetisch perspectief kan het focussen en met intentie sturen van energie door een medium op energie van bijvoorbeeld levende mensen, dieren en voorwerpen, als ook op, ja, de zielsfrequentie in het ongeziene veld, worden begrepen als een vorm van bewuste intentie en verbinding met de subtiele energievelden om ons heen. Alles in het universum,
inclusief levende wezens, dieren en voorwerpen, materie, zichtbaar of onzichtbaar voor het fysieke blote oog, zendt een energie uit in verschillende vormen en frequenties. Dus ja, wat doet een medium simpelweg gezegd? Die stemt zich af op deze energievelden. Die is super getraind in het focussen en sturen van energie. En kan dus zijn of haar bewustzijn en energie gebruiken om zich te verbinden met de energie van andere entiteiten. En dit kan dus worden vergeleken met, zoals ik altijd zeg, met een radio. Weet je wel, die ouderwetse radio dat je aan die knop moet draaien. En dan kom je dus op verschillende frequenties terecht om verschillende zenders te kunnen ontvangen. En zo doet een medium ook. Die kan zeg maar hè, met energie aan die knop draaien en op die manier naar verschillende frequenties gaan. Dus door de juiste intentie en focus kan een medium informatie ontvangen en ik zeg altijd communiceren, maar het is niet communiceren alsof je een telefoon aanneemt. Nee, maar communiceren via verschillende kanalen met deze energievelden. Wat leidt tot inzichten en het ontvangen van informatie en uiteindelijk heling voorbij grenzen en prachtige spirituele verbindingen. Voorbij dus ook die grenzen van de aardse perceptie. Nou, en laten we vooral niet vergeten dat heel mijn boven de gouden lijn methode op deze principes is gebaseerd. En ken je die nog niet, dan kan je die helemaal gratis downloaden via lisettelucas.com/goudenlijn. Maar dit komt simpelweg omdat ik bij een hogere resonantie in het energieveld van een persoon gouden energie ging waarnemen. En ik ging dus daar een energetisch patroon in herkennen. En vervolgens ging dat realiteit worden. Dus ik kon zeg maar met mijn fysieke, maar ook energetische oog energie gaan waarnemen. En via die helderziende en heldervoelende waarnemingen kon ik dat vervolgens uitspreken. En dat bleek dan realiteit te worden. Dus ja, wanneer jij wilt manifesteren, is dus heel belangrijk om jouw energie en frequentie te shiften boven de gouden lijn. En deze methode helpt dus mensen om hun frequenties te verhogen en zich te verbinden met de kracht van hun eigen energie, om vervolgens ook uiteraard je gewenste realiteit te kunnen manifesteren. Nou, in de show notes op www.lisettelucas.com/214 zal ik alle informatie over deze podcast delen. En ook belangrijk en goed om te weten, je kan ook het script teruglezen, zowel in het Nederlands als het Engels. En nog interessanter, ik maak deze podcast, deze Energy Joy podcast, ook in een Engelstalige versie. En dat doe ik in de vorm van de High-End and Frequency Business Mastery podcast series. Dus op die manier kan je, wanneer je dit interessant vindt en je hebt vrienden, familie, kennissen in het buitenland, of in ieder geval Engels sprekende dierbaren, dan kan je dus deze interessante inzichten ook op deze manier met hun delen. Nou, ik hoop dat deze podcast je een dieper begrip heeft gegeven van het concept alles is energie. Ik weet, het is in een sneltreinvaart gegaan, maar het is zo belangrijk dat je begrijpt hoe het je leven en vervolgens ook je business kan gaan beïnvloeden. Zodat je kan gaan leren leven vanuit die frequentie van Energy Joy en daar voorbij. En vergeet niet dat zelfs sceptische mensen kunnen gaan begrijpen wat eraan ten grondslag ligt als we de wetenschap, de spirituele en de energetische inzichten gaan combineren, zoals we het doen in de deep therapy. Nou, wil je zelf leren werken met energie, zowel in je leven als business, zodat je daar ook het beste uit kan halen wat erin zit vanuit je ultieme sterrenstofpotentieel? DM me dan het woord energie. En dan wil ik afsluiten met je te bedanken, uiteraard, voor je tijd en energie. Blijf stralen, blijf die energie shinen vanuit jouw prachtige sterrenstofpotentieel. En vergeet alsjeblieft nooit, jij bent een krachtige zendmast van manifestatie. Wel of niet zichtbaar, maar geloof me, energie is echt en alles is energie. Dus blijf shiften naar de manifestatiefrequenties boven de gouden lijn en ik zie je heel graag snel. Bye bye. Dank je wel voor het luisteren. Mijn naam is Lisette Lucas en nogmaals dank voor je tijd en energie. Nu actie ondernemen in de energie van dit momentum is de stap naar ultieme Energy Joy Mastery. Dus wil je meer? Voel je die bubbly yes van binnen?
Ben jij klaar om onder mijn persoonlijke begeleiding en expertise de fases van mijn transitie- en transformatiesysteem te doorlopen, zodat ook jij die energie-slurpende middenmoot voorgoed achter je kan laten om krachtig op high frequency, high value en high-end level vanuit die vrijheid en je soulful zelf te leven, ondernemen en bij te dragen aan de wereld? Omarm dan nu de energie van dit momentum en boek direct een Soul Connectie Call via de link in de show notes. Of stuur me gewoon een DM en ik kijk er enorm naar uit jou te mogen ontmoeten.